Tijdens de COVID-19-crisis zijn vele bedrijven over de kap gegaan. Weer anderen zijn creatiever geworden om met ideeën op tafel te komen en een bedrijf te starten. Zo is onze collega Esma gestart met haar eigen kledingshop, namelijk de pop-up Cheap Clothing Su Shop. Kijk mee wat ze allemaal te bieden heeft. Ik ben hier aan de Edmundstraat 27 bij Cheap Clothes Su. Dat is de pop-up shop van onze collega Esma Sanchez. Ze heeft heel wat leuke kleren in de aanbieding en kom maar lekker mee. Dan zie je zelf wat ze allemaal heeft in de verkoop. Onze collega Esma is niet stil blijven zitten dwars door deze coronapandemie. Esma, wat heb je eigenlijk voor elkaar kunnen krijgen? Want daar ondernemers soms zeggen van nee, we zien het licht niet meer. Zie jij wel het licht? Vertel. Nou, hi. Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. In de pandemie die we nu zitten ook en in de crisis die we zo zitten nu. Kleren zijn gewoon heel duur. Iedereen wil gewoon nieuwe kleren natuurlijk. Maar je wil niet 500 SCD, 800 SCD uitgeven aan een blouseje. Ik zelf ook niet natuurlijk. Dus ik dacht, oké, hoe kan ik het voor iedereen betaalbaar maken? Dat iedereen gewoon nog steeds kleren kan kopen. Dus wat ik heb gedaan is, ik begon met mijn eigen kleren te verkopen. Dat ging heel goed. Toen kwam mijn vriendinnen ook langzamerhand van, ja, mag ik ook verkopen door jou? En zo, ja natuurlijk. Heb ik een page gemaakt op Instagram. En dat mensen ook door mij hun eigen kleren kunnen verkopen. Dus ik verkoop tweedehandse kleren en nieuwe kleding. Dus voor een ieder iets. En ja, dat eigenlijk. Hoe lang ben je al hiermee bezig? Ik denk nu 2-3 maandjes. Eerst heb ik het gewoon heel klein gehouden, gewoon op Instagram post ik de foto's. Maar nu dan dacht ik, oké, heel veel mensen willen komen passen. Dat is heel lastig natuurlijk als je dan geen shop hebt. Oké, laat maar een shop opzetten. Dat mensen kunnen komen passen en de kleren kunnen bezichtigen in het echt. Vanaf welke prijsklasse starten jullie? De tweedehandse zijn 25 met 300 SCD ongeveer. En de nieuwe zijn 100 SCD tot en met max 500, zeg maar. Dat zijn meer setjes ook. Dus ja, de prijs vallen best wel mee. Esma, als mensen geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze jou opzoeken? Of wat zijn je openingstijden? Oké, ze kunnen me vinden op Cheap Clothes U op Instagram. En dan kunnen ze me gewoon een berichtje sturen. Af en toe, ik denk dat ik 2 keer per maand een pop-up shop ga hebben. Dus ze moeten mijn page gewoon in de gaten houden. Maar als ze toevallig dan niet kunnen en gewoon langs willen komen, kunnen ze me gewoon een berichtje sturen. En dan maak ik het voor hun redding. Dan kunnen ze gewoon langskomen. Dus op afspraak. Op afspraak kunnen ze langskomen. Alleen dameskleding? Nee, ook herenkleding en kleren voor jongens. Alle maten, want als iemand een XL is of een dubbel XL en andere is een XS, komen die ook aan u trekken? Zeker, ik heb vanaf de maten XS tot 2 keer XL. Dus echt voor alle maten heb ik iets gewoon. Esma, hoe verloopt de voorbereiding van je setup? Nou, ik ben heel hard bezig geweest. Vooral administratie is heel veel werk, alles bijhouden natuurlijk. Want als je veel verschillende verkopers hebt, moet je natuurlijk alles goed labelen. Dat je niet de verkeerde verkoper hebt natuurlijk. En morgen, zaterdag 13 februari, is mijn eerste pop-up shop. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat verlopen. En was het moeilijk om dit alles te doen? Wie heeft je allemaal geholpen? Het was wel heel veel werk, maar mijn ouders hebben me echt het meest geholpen met dingen in elkaar zetten, dingen schoonmaken, administratie, hoe ik het eigenlijk moet doen. Die hebben me heel erg geholpen. En ook een vriendin van me, Tania, zij doet de delivery voor me, dus haar ben ik ook heel dankbaar. Nou, ik wil graag een rondleiding in je shop. Let's take a look. Yes, zeker. Volg mij maar. Nou, Sam, kom maar mee. Zal ik even een rondleiding geven? Oké, hier kom je binnen. Ja, hier kan je dus je handen ook ontsmetten. Zo, ja. Oké, dan gaan we naar hier. Hier hebben we de nieuwe kleding. Dit is allemaal nieuw. En alles is maat gesorteerd. We hebben echt voor alles. We hebben badpakken, we hebben crop tops, we hebben nieuwe broeken, leggings, crop tops, jurken. Hele leuke bodysuits. Kijk, echt leuke jurkjes. En ja, broeken, pantalons hebben we ook. En dan hebben we hier de M en de L maten. Echt voor een idee. Dus lange blouses, superkorte crop tops en zo. En dan hebben we hier XL en hier XXL. Dus echt voor alle maten hebben we iets. Oké, dan gaan we nu naar de tweedehandse sectie kijken. Kom maar mee. Oké, dan hebben we hier zo. Dan hebben we de mannenkleding. We hebben voor jongens broeken en jongens polo's. Voor mannen hebben we hemden. Deze zijn nieuwe hemden. En dan tweedehandse broeken en mannen shorts. En damesbroeken in verschillende maten. Die hebben we ook nog gesorteerd op maat. En we zien nog niet helemaal af. We zijn nog bezig. Dan hebben we hier ook bijvoorbeeld XL. Superleuke blouses. Hemden en zo. Dan hebben we hier L. Ook hele leuke jurkjes en zo. En dan hebben we hier de M-maten.
En de S. Echt heel veel. En de XS natuurlijk ook. En dan hebben we ook nog een paar schoenen. Hakken en gimpen. En wat we ook hebben, heel leuk, is nieuwe lingerie van Hunke Muller. Dus onderbroeken, jarretels en BH's in allemaal maten. Cup A tot en met cup H. Dus ook echt voor alle BH-maten hebben we ook. Dus dat kunnen mensen ook komen kopen. En dan komt hier de verpakstation, waar we hun kleding zullen verpakken en afrekenen. En dat was het. Nou, Esma, ziet er helemaal interessant uit. En ja, succes met je shop. En zometeen ga ik even kijken als mijn maat er is. Je weet, die beer is een beetje biggie geworden. Maar ik kom zeker ook wel langs om morgen om je ook te poweren en te supporten. Heel erg bedankt. Dat heb je kunnen zien hoe de pop-up shop van Esma eruit ziet. Heel creatief gedaan en ja, ze is niet stil blijven zitten dwars door deze coronapandemie. Als laatste wil ik nog zeggen, support your locals en volg haar page op Insta, Facebook, want zeker kan je iets leuks hier vinden.